denk ik, op een stand van 6-3, dat je die 132 finish gooit met twee bulls en dan vervolgens die dubbel 16. Dat was een hele lekker op een heel belangrijk moment. Ja, zeker. Of dat het 6-4 wordt en dan mag hij beginnen of het wordt 7-3. Dat is een groot verschil natuurlijk. En ja, dat was gewoon een hele klasse finish op het juiste moment. En ik stond allemaal ingooien. We deden een beetje spelletjes tegen elkaar spelen. En ook op bullseye slacht ik hem helemaal. En hij zei in de pauze toen het 7-3 was, ah, jij bent ook een klootzak ook. En die lach, die heb jij ongetwijfeld toen ook laten zien tegen hem. Ja, klopt. Zeker te weten. Ja, dan weet je eigenlijk, 7-3 voor, dan ga je niet snel meer afgeven. Vooral niet als je zo staat te gooien. En, ja, dat belooft veel goed voor het rest van het toernooi. En ik heb er alle vertrouwen in. En ik moet gewoon zorgen dat ik er straks weer sta. Je leek even af te gaan sluiten met een 9-darter. Het werden er uiteindelijk 10, maar toch in stijl. Ah, zeker. 10-darter is niet verkeerd, dacht ik zo even. Dus ik heb goed aan spelen en ik ben gewoon heel blij met ja, hoe ik ook speelde. Op het juiste moment de goede dingen laten zien en om eigenlijk weinig foutjes. En ja, daar kom je mee verder. Dan de halve finale tegen Peter Wright. Laten we daar alvast een beetje op vooruitblikken. Er speelt altijd iets tussen jullie twee natuurlijk. Daar kunnen wij niet omheen, jij ook niet. Dus dat wordt denk ik best een leuke partij voor het publiek. Wat speelt er dan tussen ons? Soms wel eens wat wrijving met het clowneske gedrag van hem op het podium in het verleden. Ja, maar dat heeft niks met zijn dachtvermogen te maken. Ik denk dat ik gewoon zwaar de favoriet ben tegen hem. En ik moet het gewoon elke keer laten zien tegen hem. Ik ben nog steeds van mening dat hij ja, af en toe het podium opkomt als een clown. En dat zal ik ook niet veranderen. Maar buiten dat is hij gewoon een fantastische dartspeler. En daar moet ik mij zelf tegen waken. En ik moet gewoon zorgen dat ik beter gooi. En zorgen dat je wint natuurlijk. Ja, beter gooien en dan win je ook vaak. Ja, maar goed, dat kan hij ook. Hè? Hij is ook niet bezig aan de verkeerde door. Dat klopt, maar buiten dat, ik weet gewoon als ik goed gooi, ga ik van hem winnen. Maar dat moet je straks laten zien. Het is heel makkelijk om nu te zeggen van ik ben beter of ga winnen. Maar je moet straks laten zien. En ik ben erop voorbereid. Ik sta goed te spelen, dus waarom niet?